between the music, Impala and Host Horses, Soudal en Meninases en Ghost Horses, Vera Leijen en Saller zijn bijzonder vier die te presenteren de voetbalwedstrijd. Koninklijke voetbalcontest Pro, Koninklijke Racing Game. Het voetbal heeft een bijzonder hartelijk welkom hier vanmiddag op een vertrouwde zondagnamiddag voetbal. Dat is al eeuwen geleden de voorlaatste wedstrijd van de reguliere competitie. Bijzonder hartelijk welkom uiteraard aan onze eigen supporters. Wij hopen dat zij ons zullen ondersteunen, want wij staan nog een puntje achter op Sint-Truiden. En dat is een wereld van verschil natuurlijk in de play-off 3. Hartelijk welkom en we hopen dat we jullie horen tot in Zandel en Westelcentrum. Ook welkom uiteraard aan een van de trouwste supporterscharen in het Belgisch voetbal, de blauw-witte van Racing Genk. Bijzonder hartelijk welkom hier in het voetbalstadion van KNC Westerlo, het cupje. 5, 4, 3, 2, 1. Als voetbalclub, zowel KBC Zestelo als Koninklijke Racing Genk, kunnen wij hier alleen maar stil bij wijzen. Wij wijzen van respect en medeleven voor alle betrokkenen, familie en naasten van de slachtoffers, vragen wij alle aanwezigen van de middag 1 minuut stilte. Bart Goor met een corner voor Westerlo. En die gaat er meteen in. En Westerlo staat hier zowaar na 2,5 minuut op voorsprong. Een doelpunt van Steven de Petter. Ja, die scoort al makkelijker is. En nu op een stilstaande fase. Een van de mannen die terugkomt uit blessure. Komt naar het hoogst en knikt prachtig binnen. Volle duel van Jeroen Siemais en dat is niet de kleinste. En dan was Logan Bailly geklopt. Bart Goor. Geen buitenspel van Stijn de Smet. Wordt het 2-0? Jawel! We zijn 4 minuten onderweg en Westerlo staat 2-0 voor. Wat een begin van deze wedstrijd. Reinaldo is de man die scoort, mocht u het niet meteen gezien hebben. Hier nog een keer Stijn de Smet. En dan legt hij af en dan is Reinaldo sneller op de bal dan Siemais. Hele verre bal van achteren uit en ze stonden te slapen bij Racing Genk. Eenvoudig afgewerkt. 2-0 zeg. De nieuwe ploeg rendeert meteen. Farsi. Een schetballetje richting Arbitman. Siemais slaat hem over aan Van den Borre. En dan is daar Bart Goor. Goed afgehaakt. Bart Goor wordt vastgehouden. En het is 3-0. Niet te geloven. In het eerste kwartier. Bart Goor zelf nog met een Racing Genk verleden. Maar wat staan ze daar toch te klungelen bij Racing Genk. In de defensie. Eerste kwartier. Westerlo 3, Racing Genk 0. Ongelooflijk. Arbitman krijgt daar veel vrijheid. Daar is Bart Goor. Die wordt dan nog even vastgehouden, maar dan met rechts. Mooi in de verste hoek. En zo, kinderlijk eenvoudig, 3-0. En de supporters niet echt content. Dan zou je zelf zijn. Camus is doorgebroken en daar is de goal voor Racing Genk via Barda. Het is 3-1. En wie weet wat krijgen we nog. Het is hier ooit nog eens 5-5 en 6-6 geweest.
Camus met Van den Borre. En dan goed voorgebracht en Barda komt binnenlopen. Genk heeft ook zijn goaltje. Daar kan het moed uit putten voor vooral de tweede helft dan. Camus op aangeven van Barda maakt hij er 3-2 van. Mocht daar zomaar doorlopen en 6 minuten ver in de tweede helft. Onder gejuich van de Genkse supporters de aansluitingstreffer voor Racing. Ingooien van Camus. Barda en dan Camus die zelf zomaar mocht doorlopen en dan intrappen. Simpel. Het is 3-2. Farsi. Einde van de partij. Net als de vorige speeldag verliest Racing Genk met 3-2. Toen tegen Kortrijk, nu verrassend tegen het laatst geclasseerde Westerlo. Ja, ik denk dat we schitterend beginnen aan de partij. We scoren direct en ja, goed, na 15 minuten staat het 3-0. Kon niet beter beginnen eigenlijk voor ons. Tweede helft kwam Genk wel ja, druk zetten. Hè? Ja, maar dat wisten we. We wisten, ze maken een stom doelpunt voor de rust nog. Ja, en dan weet je dat ze de eerste 20 minuten gaan drukken. Zeker, ze hebben daar ook de spitsen voor. Maar we, hoe dat we het doelpunt nemen, die tweede, ja, dat mag gewoon niet gebeuren vandaag. En daarom kom je heel de tweede helft onder druk eigenlijk. Ja, Jeroen, voor het eerst ja, sinds maandag eigenlijk een thuisoverwinning hier in Westerlo. En wat voor een, hè? Inderdaad, ja, wat voor een. Als je na een kwartier al 3-0 kunt voorstaan, dat eigenlijk iedere kans zo goed als binnen is, dan kan je wel spreken van wat voor een. Want ja, als je zo gemakkelijk nu plots scoort en zo verder speelt, denk ik dat we het laatste nog niet gezien hebben. Dat we het zeker ja, heel positief moeten inzien naar de volgende wedstrijden toe. Dus nu nog woensdag een goed resultaat, waar we zeker voor de 3 punten moeten gaan, zeker als we zo spelen. En dan komt dat allemaal in orde, denk ik, met dit Westerlo. Ja, Steven, vandaag de thuismatch waar eigenlijk al lang op gehoopt werd. En wat een resultaat, hè? Ja, ik denk dat iedereen daarop gehoopt heeft, zowel supporters, bestuur als wij zelf. Ik hoop dat dit een nieuwe start is. Het resultaat zullen we binnen een paar weken zien, als we de balans kunnen opmaken. Maar in ieder geval, de deugd om zo nog eens een wedstrijd te spelen. Uitgangspositie voor, ja, voor nu woensdag in Bergen is ook ideaal met dit resultaat. Hè? Ja, maar we moeten natuurlijk ook niet te hoog van de toren blazen. Er wacht ons nog een heel moeilijke uitwedstrijd. En Sint-Truiden op Leuven. Dus ja, het zijn details die het gaan bepalen volgens mij. Voor jezelf ook terug uit blessure, dat moet ook ja, deugd doen dat je terug kan hervatten. Hè? Zeker en vast. Ook al was het maar een paar weken, het doet toch deugd om terug op het veld te staan. Want toekijken van de zijlijn is niet echt iets voor mij. Ik denk dat wij vandaag hebben laten zien dat er nog veel zit in dit ploegje. Dus dat is enorm belangrijk voor de volgende wedstrijden. 3 doelpunten tegen een topploeg in 15 minuten. Daar droomt zelfs ja, de meest doorgedreven supporter niet meer van. Hè? Nee, en zeker de manier waarop. Ik denk dat het zeer mooie doelpunten waren, zeer verdiende doelpunten. Het is natuurlijk zo dat je als je in grote vorm zit met veel vertrouwen speelt, dan is normaal 3-0 de wedstrijd al gespeeld. Nu was het na een kwartier 3-0. Dan zie je ook dat het nog wel wat moeilijk wordt. Maar op een gegeven moment, halfweg de tweede helft, heb je dat weer helemaal terug in handen gepakt. En heb je nog wat kansen kunnen creëren. En het is fantastisch dat we gewonnen zijn. Ik heb vandaag naar een wedstrijd gekeken waarin ik niet het verschil kon zien. Een ploeg die voor de play-off 1 streed en een ploeg die voor degradatie speelde. Nou, ik moet zeggen dat Westerlo zeer goed begon. Want ik vind altijd dat je ook de credits aan je tegenstander moet geven. Nou, ik was zelf zeer ontgoocheld over de manier hoe wij zijn gestart. Dat hebben we al wat vaker gedaan. Hè. Voor de wedstrijd zeggen we altijd tegen elkaar, kom op jongens, we gaan ervoor. Laten we het vandaag afmaken. Maar als je dan ziet hoe we dat veld inkomen en binnen 5 minuten met 2-0 achter staan. Dan moet je eigenlijk heel erg schamen. Zeker ook voor het meegereisde publiek wat hier geweest is. Maar de feiten liggen er. En als je dan met 3-0 achterkomt en je maakt nog voor rust de aansluitingstref. Ik vind ook dat we in die fase best nog wel wat kleine mogelijkheden gehad hebben om misschien wat dichterbij te kruipen. De tweede helft hebben we in ieder geval getracht om het om te zetten met Dougarie. Meer snelheid op de zijkanten. En ja, dan op een gegeven moment tot overmaat vooral maak je de 3-2. Je krijgt de kans op 3-3 met Christian Benteke. En de laatste 20 minuten, als je eigenlijk iets moet gaan forceren en moet gaan drukken, ja, kom je met 10 man te staan, omdat je ziet dat ze bij ons met bosjes uitvallen.
En nogmaals, aan de overwinning van Westerlo is absoluut niks af te dingen. Ik vind dat ze veel scherper zijn geweest. En van onze kant is het gewoon zeer teleurstellend dat wij niet in staat zijn om 90 minuten 100% te geven. Maar als je daar in eerste opschop na 2 minuten dat doelpunt kunt maken, dan geeft dat een zeker vertrouwen. In de volgende aanval, heel mooie goal, vond ik persoonlijk. Prachtige lange bal, goed van de Smet. Proper afgewerkt van Ronaldo. Derde goal ook een heel mooie van Bart Goor. En dan is 3-0 na een kwartier. En dan zie je dus dat die jongens een halve meter groter worden. Waar dat Genk ook wel een aantal kansjes heeft gehad. Maar die scoort juist voor de rust wel. En dan is het weer een beetje van ja, zal dat lukken, gaat dat niet lukken. Weten dat dus de tweede helft gaan die mannen vrij snel scoren. Of niet, dan... kan het nog moeilijk worden en dat gebeurde dus ook na, nou, denk 1,52 minuten, komen ze terug tot 3-2. Dan hebben we het toch niet zo heel moeilijk meer gehad. Ik had er eigenlijk wel wat schrik van gaan we nog voetballen, gaan we die ballen niet beginnen weg te stampen. Dat hebben we dus niet gedaan, we proberen die combinatie wel minder te zoeken. Waar je dus ook een tegenstrever een klein beetje laat nadenken en ik denk dat we nog een aantal kansen hebben kunnen creëren. We hebben dat spijtig genoeg niet meer kunnen afwerken. Langs de andere kant, Kees, zijn we tevreden dat we dus dat hebben kunnen vasthouden. En dat je dan deze wedstrijd kunt winnen met 3-2. En daarbovenop horen dan zeggen dat dus Anderlecht de laatste minuut nog gelijk komt. Laten we terug over Sint-Truiden springen. Dat is plezierig, dat is goed en daar moeten we vandaag van genieten. Maar we weten dat de woensdag weer al helemaal andersom kan zijn. De Korsjes, ja, viel vandaag jammer genoeg uit. Wat was er aan de hand? Hij heeft, als ik me niet vergis, kop tegen kop. En zijn rechteroog zat helemaal dicht, dus hij zag er niet meer uit. Ik denk dat tegen woensdag wel zal kunnen opgelost zijn. We hebben in een diep dal gezeten en wij klimmen daar nu stilletjes aan uit. Alleen moet je nu dat goed resultaat vandaag gewoon gaan bevestigen de volgende weken. En als je dat kan, dan zit je in die positieve spiraal en dat is enorm belangrijk dat je daarin blijft. Ja, Bergen is ook niet de topper zoals Genk, dus op zich is het... Moet het haalbaar zijn? Hè? Ja, maar het is een uitwedstrijd. Een Bergen thuis is een heel andere tegenstander dan Bergen uit. Dus dat is een moeilijke ploeg. Nieuwe trainer ook. Iedereen wil zich nog bewijzen. Dus het zal niet makkelijk zijn. Langs de andere kant put je vertrouwen uit deze wedstrijd. Dus wij gaan er helemaal voor. Oké, bedankt. Succes.